dinsdag. Het is 7:05 en ik ga straks naar Roosendaal werken bij de Cowboys. Ik heb een ontbijtje gemaakt. 2 boterham met avocado toast. En ik ben op dit moment nog bij mijn ouders. En dan ga ik straks naar Roosendaal. En het is nog veel te vroeg. Ik heb nog geen kopje gehad. Dus een goed verhaal zit er op dit moment niet in. Het is inmiddels 7:05. Ik zit op de A13. En ik rijd nu naar Roosendaal. Ik ben heel blij dat ik naar Roosendaal ga en niet naar Amsterdam. Want als ik naar Amsterdam had gegaan, had ik nu keihard in de file gestaan. Het is voor het eerst in meer dan 1,5 jaar tijd dat ik een hele dag op kantoor ga werken. Het is ook voor het eerst 1,5 jaar tijd dat ik voor een andere opdrachtgever ga werken dan voor Ademereld.com. Ik heb er wel heel erg veel zin in hoor. Het is ook wel leuk om een keer een dagje collega's te hebben. Nou goed, ik ben een lunchje voorbereid. Hey. Je wat? Onno. Moet je niet even hoi zeggen? Hoi. Ga jij dit eten? Wij gaan eten, ja. Met mayonaise en wat is het allemaal? Het is veel beter voor mij. Okay, dit is echt mega beschamend. 2 keer in 1 week. Maar ik heb geen tijd om ergens anders iets te halen. Ondertussen heb ik leuk entertainment hier op deze parkeerplaats in Roosendaal. Yes. Joen heeft ook Wings for Life gelopen. Gisteren zei ik dat vandaag een hele leuke dag zou worden, omdat ik heel veel dingen ging doen. Zoals een hele dag werken op kantoor in Roosendaal bij de Cowboys. Ik moet toch even iets terugdraaien wat ik gezegd heb. Want ik kan het eigenlijk helemaal niet bij stilstaan dat het super awkward is om op een kantoor waar je gewoon aan het werk bent. Niet als Annemereld.com, maar gewoon als een medewerker. Om daar te gaan vloggen. Dus dat heb ik ook amper gedaan. Ik vond het echt mega weird. Dus ik heb het niet gedaan. Dus vandaar dat we inmiddels alweer 10 uur verder zijn. Of hoe is het? 11 uur. Het is inmiddels al 7:30. Volgens mij liep ik 7:45 het kantoor binnen. En ik zit nu in de auto onderweg naar Amsterdam voor de boekpresentatie van Daphne. Ik ben vandaag echt zoveel kilometers aan het maken. Eerst van Den Haag naar Roosendaal, nu van Roosendaal naar Amsterdam en dan straks weer van Amsterdam naar Den Haag. Maar hey, ik heb wel heel veel zin in die boekpresentatie en ik heb ook heel veel zin om dat boek eindelijk in mijn handen te hebben. Want there's a slowdown on the E19 before exit 14 that is causing a delay. You can avoid it by going via A15 and A4, which saves 4 minutes. If you prefer to stay on the current route, tap no, thanks. Volgens mij krijg ik een nieuwe route van Google Maps. Oké. Maar dit is... Wow, hi! Dit is dus Haley Steinfeld met Boat Girls. Lekker nummer. Ik ga even opletten waar Google Maps mij heen wil gaan sturen. Ik ben onderweg naar Amsterdam nog steeds. Ik sta nu in mijn eerste file van de dag. Dat is al best wel een prestatie. Aangezien ik al bijna 200... Ik denk dat ik al meer dan 200 kilometer gereden heb vandaag. Dus dit is pas mijn eerste file. Maakt niet uit. Komt goed. Wegwerkzaamheden. Het nummer van Harry Styles vind ik nog steeds trouwens zo lekker. En op mijn verjaardag, komende vrijdag, komt zijn album uit. Jee. Ik wou iets zeggen, maar ik weet niet meer wat. Ik weet het niet meer. Waarom weet ik het niet meer? Oh ja, ik weet het weer. Hey, dat het zo lekker licht is. Dat het inmiddels al 7:15 is, maar dat het nog zo licht is. En dat ik vanmorgen toen ik in de auto stapte om 7:15 ook al zo licht was. En dat ik daar zo blij van word. Oké, we zijn inmiddels in Amsterdam. Ik heb even van shirt gewisseld. Ik heb ook meteen... Deze dingen heb ik altijd in de auto liggen. Dit zijn natte washandjes. Ontzettend handig. Voor schone oksels. En ik heb net even een nieuw laagje foundation opgebracht. En dan heb je natuurlijk altijd vieze handen. Washandjes. Handig eruit valt. No spon. Maar super fijn. Ik ben nu even weer een laagje make-up aan het opbrengen. Doen jullie ook altijd je mond open als je mascara op doet? Wat wel leuk is als je vrijwel nooit make-up draagt. Als je dan een beetje make-up draagt, dan voel je je echt vet opgemaakt. Lipgloss. Draag ik ook vrijwel nooit. Oeh. Ja, kan het niet goed zien. Maar ik ga hier maar voor. Ik ben trouwens veel te vroeg. Dit is ook wel fijn trouwens.
Junction. Okay, ready to go. Ik heb gewoon even een wandelingetje gaan maken door het Westerpark. Deze auto een beetje zit te wachten, heeft ook geen zin. Ook wel handig om mijn parklijn even aan te zetten. Kijk, daar is hij dan, hè? Zo'n mooie cover. Helaas kan ik Daphne niet interviewen. Milou van Women's Health misschien wel. Zal ik er eens even wat over vertellen? Ja, vertel jij er eens wat over. Nou, 65 gezonde recepten. Ja. Daphne is natuurlijk een sportvrouw, puur zang. Je moet denken aan haar proteïne. Spierherstel is belangrijk. Dus ja, wat verwacht ik hiervan? Recepten met veel eiwitten. Daar houden we van. Lijstjes. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk. Een dagschema houden we ook van. Best exotische producten gebruiken ze. Nee. Oh, daar is ze echt. Het is beter dan mijn vrouw hoor. We hebben toch nog onze foto met Daphne. Jee. Mooie goodiebag. Met een Nike logo erop. Waar is Nike logo? Daar is Nike logo. Altijd goed. Oké, laten we even een snelle unboxing doen. Campina, milde kwark, kokos. Campina sponsort Daphne. Het kookboek hebben we net al even laten zien. Oeh, dit vind ik lekker. Verse granola. De nieuwe runnersbult had ik ook nog niet. Nike bidon. Oh, die houdt lekker vast. Goed. Dat is weer de tas in en dan naar Den Haag. Het is inmiddels 10:30 en ik ben bijna thuis. Het is echt een vet lange dag, heb ik al gezegd. Lekker om 5:50 of zo. 4 uur in de auto gezeten in totaal. Ruim 10 uur op kantoor. Boekpresentatie in Amsterdam. Dat ben ik allemaal niet echt gewend. Dus ik kan nu wel verklaren waarom ik moe ben, eerlijk gezegd. Maar... ik ga het niet aan toegeven. Als mijn auto